De douanebond wil zo snel als mogelijk een gesprek met minister Armand Achijbersing van Financiën en Planning. Bondsvoorzitter Joyce de Vlucht zei vandaag op een persconferentie dat er afspraken waren voor een gesprek op 26 augustus jongstleden. Dat gesprek vond geen voortgang en anderhalve maand verder zijn er nog steeds nijpende kwesties binnen de organisatie. Daarom hoopt de bond binnen een week te worden ontvangen door de bewindsman. Een van de dringende kwesties is de bezoldigingsreeks van douaniers. Als we naar de stukken kijken, zijn we uit Fuso gestapt bij de vorige regering. En die nieuwe bezoldigingsreeks van ons klopt niet van geen kanten. Omdat wij ze dezelfde hebben gebruikt als bij de politie. En bij ons is de instap hoger. Onze instap is middelbaar en hoger. Bij de politie is het MULO en hoger. Dat is één van ze. Daarna hebben we incentives. Waarvoor we al zeker een jaar met de vorige minister al bezig waren. En waarbij we uiteindelijk overeengekomen waren dat het uitbetaald zou worden. Maar er is nu een wisseling van de wacht. Andere zaken die moeten worden besproken zijn klassenligging van het SZF, de persoonlijke standaarduitrusting zoals uniformen, de niet uitbetaalde overuren van de afgelopen 2 jaar en het tekort aan douaniers. Het gesprek met de minister moet echt op zeer korte termijn, zegt de Vlucht. We zijn het hart van de economie. We zijn gewoon belangrijk binnen die organisatie. No? Dus ik snap niet dat de minister, we weten dat hij het heel erg druk heeft, maar dat hij ruimte maakt, dat hij toch wel even wat ruimte maakt voor de douane. De minister heeft officieel nog niet eens kennis gemaakt met de leiding van de douane. Omdat wij dan nu in de wandelgangen, speelt er nu een ruis. Waarbij er weer wordt aangegeven dat ook deze regering komt met een managementteam voor de douane. En we nemen afwachtende houding. Want deze ruis heeft onze aandacht. Omdat als we de namen horen van mensen die ze naar hier willen brengen, oud-gepensioneerden die niet eens mee zijn gegaan met het nieuwe systeem binnen de organisatie, dan hebben we een zwaar hoofd, ja. Tot zover de voorzitter van de douanebond, Joyce de Vlucht, vandaag op een persconferentie na een algemene ledenvergadering van de bond. De leden staan te springen om een gesprek met minister Achijbersing van Financiën om dringende kwesties te bespreken.